2019. Hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik besef wat fucking kutjaar dat dit was, man. Holy shit. Dus daarom heb ik in dit fucking kutjaar deze edit gemaakt van hele leuke dingen die ik wel gedaan heb dit jaar. So hey, enjoy. Please leave a like and see you guys soon. Yes. Ik wil dat overschrijven. Maar doe dat. Dat is goed. Oh, dank je. Dat felt great. En we danced. En we cried. En we laughed. En had a really, really, really good time. Take my hand. Let's have a blast. And remember this moment for the rest of our lives. We're having a hoedown, you hoes down. Don't let me pull my hoes out, cause it's big, long, pink, strong. I've been known to dance like all night long. Grab my hand, play this song. DJ, save my life, come on. Leave your fear back off the wall. Free a beat and pussy pop. If you don't have a pussy, you pop a cock into a boot tie. To a boot tie, yeah, yeah. And we danced, and we cried, and we laughed, and we had a really, really, really good time. Take my hand, let's have a blast, and remember this moment for the rest of our lives. Hello, I'm back. Free Ace, man, dit is het hele ding die dit jaar wel omkaderd heeft bij mij. En waar een heel deel van het jaar wel aan kapot gaan is. En dat vind ik nu heel kut. Want zoals ik in het begin van deze video al zei, als er 9 dingen super goed gaan en er gaat één iets heel kut, wat bij mij dan YouTube was, dan denk je op een bepaald moment niet meer aan alle super goede dingen die hier wel gebeuren en alle dingen die wel fucking goed gaan. En dat is het probleem van wij als mensen, man. Op de een of andere manier willen we gewoon dat alles altijd super goed gaat. En we willen niet daar één iets slecht gaat. Maar vanaf dat dan toch gebeurt, willen we dat gewoon fixen en vergeten we ineens alle goede dingen die wel gebeuren in ons leven. En dat lijkt ineens alsof je leven helemaal kut is. En er helemaal niks meer is die nice is. En er helemaal niemand om je keert. Maar dat is gewoon wel zo. Er zijn altijd mensen die om je keren. En als je dat gevoel niet hebt, dan ben ik de enige persoon die om je keert. En ik geef heel veel om jou, man. Het was een heel hobbelig jaar. Ik heb hele hoge hoogtes gehad. En hele diepe dieptes. 2019 was misschien wel het allerkutste jaar van mijn leven. Maar tegelijkertijd was het ook gewoon het allerbeste jaar. Het zijn die twee dingen. Ik ben dit jaar 20 jaar geworden. Ik heb hele mooie dingen gedaan dit jaar. Ik ben bijna 3 jaar samen met meisje waarvan ik zoveel hou. I love you so much. Maar we mogen niet vergeten dat op mijn 20ste verjaardag hadden ze ook wel gewoon de inkomsten van mijn main channel hebben afgesloten. Mijn channel is gefucking strijkt tot vandaag. Dit beeld. Upload is uitgeschakeld voor je kanaal. Inkomsten genereren is voor dit account. Hey, ik ben nu terug. Alles is weer goed. Ik kan weer uploaden. Was het maar zo. Inkomsten genereren. Het voordeel daaraan is dat jullie gewoon geen advertenties hebben. Ik denk ook al dat ik geen money En ik heb me daar zo lang zo kut over gevoeld. Maar toch ben ik juli, augustus, september, oktober gewoon blijven uploaden. Terwijl ik wist van, joh, ik ga geen fok verdienen met deze video's. Ik ben blijven grinden. Ik ben blijven doorgaan. En oké, er zijn momenten geweest waar ik echt dacht van, joh, misschien moet ik stoppen met YouTube. Ik weet niet of dat dit nog is wat ik wil. En ik had zo echt het gevoel dat de droom die ik had 4 jaar geleden gewoon echt zo door mijn handen aan het lopen was. En dat ik niet de kracht had om het vast te houden. En dat ik zelf niet meer kon beslissen of dat het nog goed ging. Maar door de maanden dat ik zo ben blijven grinden toen mijn channel naar de kloot was. Toen heb ik weer beseft dat dit mijn droom is. En dat dit is wat ik wil doen. En dat dit is wat ik wil doen voor de rest van mijn leven. Wat ga je doen binnen 10 jaar? Ik ga fucking video's maken, man. Wat ga je dan doen als je 50 jaar? Ik ga fucking video's maken, man. En het feit dat ik het nu gewoon heb, omdat ik er zo fucking hard voor gewerkt heb. Ik moest stoppen met altijd slechte dingen in mijn hoofd te steken. Van, ik ga mensen teleurstellen. Of, ik ben mezelf hier voor schut aan het zetten. Of, vooral moet ik stoppen met denken aan de mensen. Die heel de tijd denken van, yo, wat je doet is niet cool. Want dat is gewoon waar ik zoveel energie aan heb besteed dit jaar. Aan mensen die zagen dat ik niet cool ben. Proberen te tonen dat wat ik doe online, dat wel nice is. Ik moest stoppen met daar energie aan te verspillen. Maar wat kan mij dan fuck rekken daar mensen zijn die dit niet chill vinden? Jullie zijn de mensen die ik moet blij maken. Jullie zijn de mensen die ik moet satisfyen. Niet die fucking Mongolen die vinden dat je
joh, wat ik doe stom is. Jullie kijken naar mij. Ik zou al mijn energie die ik dit jaar daarna verspeeld heb, gewoon erin moeten steken dat ik video's moet maken voor de mensen die me wel hard vinden. En ik mensen laat lachen die willen lachen met mij. En dat ik niet probeer mensen te laten lachen die niet willen lachen met mij, omdat zij er niet mee fokken. Ik doe dit niet voor het fucking geld. Ik doe dit niet voor de fucking fame. Ik doe dit altijd gewoon omdat ik mensen wil laten lachen en omdat ik daar het meeste van geniet. Omdat dat is wat ik het allerleukste vind. En ik zie mezelf niet als fucking influencer of zo. Maar als er dan toch iets zou moeten zijn waarin ik jullie wil influencen in 2020, dan is het gewoon het feit dat je altijd gewoon moet doen wat de fuck dat je wil. En stop met keren om al die andere mensen. Dat heb ik dit jaar ook gewoon te veel gedaan. Te veel gekeerd om de mensen die niet fokken wat dat ik deed. Omdat ik het op de een of andere manier belangrijk vond om hen te tonen dat het wel hard was. En dan ben ik gewoon vergeten dat ik minstens evenveel moest keren om de mensen die wel fokken met mij. Maar dat heb ik niet op tijd gedaan. Voor de mensen die het nog niet weten, ik ben niet al gestopt met YouTube. Ik heb geen maand geen video's geüpload. Ik bedoel, ik upload gewoon nog steeds elke paar dagen. Maar nu gewoon op mijn tweede channel. Maar daar gaan we verandering aan brengen in 2020. Ik ga gewoon weer veel uploaden op dit channel ook. Oh, meer dan money, man. Het gevoel van uploaden op dit kanaal. Het is al hard, maar subscribe ook op mijn tweede channel. 2020 was het nog niet gedaan. Het is niet de laatste video van dit jaar. Ik ga vanaf nu elke dag dagelijks uploaden op mijn tweede channel. Tot nieuwjaar. Dan ga ik even 2 dagen slapen. En dan komen we back. En dan gaan we fuck people up, man. By the way, deze kerstboom. Chris. Dus dan gaan we wel versierd blijven tot de zomervakantie, man. Dank u wel. Thanks for watching. Oh, ik ben blij dat er even uit is. Man. I love you guys. See you guys tomorrow on AC2. Yes, yes. Bye bye. Nee, ik heb meer bitches dan warme douche. En dan de uitlach van deze line of genius. Louis Vos is in de veronderstelling dat een warme douche vele meiden aantrekt.